Waar gaan we het nu over hebben? Kijken hoe je misschien kunt voorkomen dat je moet uitchecken omdat je wellicht helemaal kapot bent. Want dat hebben ook veel mensen in de zomer en in december. Dus hoe kun je nou het hele jaar door relaxed vlammen, zodat je niet twee maanden verliest. Want dat is echt bij de meeste het geval. Dus daar gaan we stilstaan om eigenlijk te voorkomen dat je volgend jaar weer in dezelfde sleur valt en meegaat in je eigen niet werkende verhalen. Hey, hartstikke leuk dat je weer luistert naar de Lifestyle of Business podcast met John en Jeannette. Tja, een hele goede dag. Het zijn je vertrouwde naam weer in een nieuwe aflevering hier binnen de Lifestyle of Business podcast. John en Jeannette, ik vergeet ze bijna nog te zeggen ook. Oh, John, Jean, Jeannette en Spartacus. En Spartacus, ja, want vor Zie je vorige, aflevering. vorige aflevering niet geluisterd. Direct stoppen, eerst die aflevering ja. geluisterd, anders snap je totaal niet waar dit nu over ging. Nee. En even, YouTube vrienden, dit is natuurlijk wel een heugelijk feit. Waarom? Kijk. Oh, en bij nee. Jeannette doe je ook even wijzen. De nieuwe plopkappen. Plopkappen, lifestyle of business blauw. Althans, een soort van. Met een goud, dat is goud, toch? Kan niet missen. Ja. Dat zie ik zelfs. Je ben ik op de hoogte van de kleuren van het bedrijf? Of? Uh, uh. Maar uh, een gouden logo, beeldmerk. Dus dat is mooi. Het klinkt ook gelijk een stuk lekkerder. Hè? Ik zit hier ook comfortabeler nu. Ik voel me echt in mijn kracht. Snet, net? Hoe gaat die? Ja, het ging goed. Totdat jij zoveel begon te praten over niks, het gaat iets minder. Maar... Zullen we dan afspreken dat ik de komende 19,5 minuut niks meer ga zeggen? Nou, niet niks, maar wel gewoon nuttige dingen. Oké. Okay. Hey, waar gaan we het vandaag over hebben? Want vorige keer was het natuurlijk een beetje een uitzondering. Qua aflevering. Best wel een mooie aflevering. Goede reacties ja. op gehad ook. Veel felicitaties. Dankjewel ook iedereen. Nogmaals, als je nu niet weet waar het over gaat, luister even die aflevering. Want we gaan het niet verklappen in deze aflevering, uiteraard. Nee. Maar dat was even een soort van off-topic. Het is wel zo. De komende maanden zullen we nog wat vaker waarschijnlijk daar ook over gaan spreken. In context van business. Ja, business en ja. Eigenlijk alles wat we kunnen bedenken. Maar dat gaan we nu niet doen. Waar gaan we het nu over hebben? Wat wij veel merken ieder jaar weer, is dat mensen in bepaalde fases van het jaar uitchecken uit hun bedrijf. En dat kan een grote check-out zijn, een kleine. Denk bijvoorbeeld aan de maand december. Heb ik het niet alleen over Chris, Christmas. Over uh, kerstmis. Of over oud en nieuw. Maar echt over de hele maand uh, december. Ik zit helemaal in die feestdagen. Merk het, ja. Dat merk je wel. Het gewoon, is ook hè? tweede kerstdag. Ja, vandaag, daarom ik, ik zit er heel erg mee bezig. Maar uh, de hele maand december waarin dus feitelijk twee kerstdagen zijn en oud en nieuw, dus drie dagen die afwijken, zijn er bijzonder veel ondernemers die al in november besluiten, ik ga nu wat rustiger aandoen in december, is niet een maand dat ik voor resultaat ga, dat ik targets ga stellen, is meer een wegwerkmaand, een bijwerkmaand, een rustmaand, een whatever maand. Maar dat hebben we niet alleen in december, dat merken we ook op in juli en augustus. Meestal ook nog een deel van september, want ja, inkomen, na nou de bouwvak, beetje lastig nog, nog niet direct alles open vanaf 1 september of direct, direct um, overal mee aan de slag. Dus in het jaar zijn er gerust twee, misschien zelfs wel drie maanden dat heel veel mensen achterover gaan leunen. Nu is er niet zoveel mis met achteroverleunen, moet je nogal zelf weten. Maakt mij geen reet uit wat je doet met je dagen, kijk maar eventjes. Alleen wat wel belangrijk is om te beseffen is dat het niet de maanden zijn en de periodes en de feestdagen die uiteindelijk bepalen of het resultaat wel of niet gehaald wordt. Het is hoe jij ermee omgaat. En daar gaan we naar kijken. Kijken hoe je misschien kunt voorkomen dat je moet uitchecken omdat je wellicht helemaal kapot bent. Want dat hebben ook veel mensen. In de zomer en in december. Dus hoe kun je nou het hele jaar door relaxed vlammen. Zodat je niet twee maanden verliest. Want dat is echt bij de meeste het geval. En we gaan je meenemen waarom wij bijna altijd onze beste maand ooit draaien. Als in we groeien iedere maand. Um, maar ook nu in december wederom onze beste maand tot nu toe. Wat ook afgelopen zomer in augustus zo was. Nou en eigenlijk wat ik zei. Op volgende maanden iedere keer. Maar waarom? Hoe kan dat nou? En wij zijn... Denk ik niet non-stop aan het werk, ik in ieder geval niet. We hebben veel rust en we ervaren bijzonder veel ontspanning en toch heel veel resultaat, ondanks wat er gebeurt. Dus daar gaan we stilstaan om eigenlijk te voorkomen dat je volgend jaar weer in dezelfde sleur valt en meegaat in je eigen niet werkende verhalen. Oké, okay, mooi. Leuk onderwerp, denk ik zo, en ook relevant en misschien ook een beetje pijnlijk voor veel mensen. Ja, Allereerst, hè, waarom denk jij dat dit zo is? Waarom denk je dat een paar keer per jaar mensen zomaar uitchecken? Nou, ik had het van de week, vorige week ook met een klant van mij erover. Die merkte dat op, of tenminste ik gaf hem terug dat ik opmerkte dat hij uh, zei dat hij rustiger aan moest doen. En ik stelde hem de vraag waarom. En hij zegt ja, gewoon. Dat doe ik altijd in december. Ik zeg maar wil jij rustiger aan doen? Wil jij minder doen? Vind je het belangrijk dat je minder werkt? Nee, zegt hij, want ik vind het gewoon heel leuk om te werken. En het maakt mij niet uit, ik heb niet zoveel met de kerstdagen. Het ging nu specifiek over, over de kerstdagen, over de maand december. En waar ik het met hem ook over had, waar ik met meerdere klanten wel bij stil heb gestaan, is dat we heel erg geneigd zijn om mee te gaan in dat wat er sociaal geaccepteerd is, en dat wat de verhalen zijn van de meeste mensen om je heen. En wat zijn de meeste verhalen bij de meeste gemiddelde mens? Dat is, oh, ik ben wel even toe aan vakantie. Oh, ik heb het altijd wel echt heel druk gehad het hele jaar. December is het moment om kalmer aan te doen. Um, het is wel heel goed om eens een keertje stil te gaan staan, want voor je het weet ren je jezelf voorbij. Het is niet goed om het hele jaar aan te staan. Kerst zijn de enige dagen dat ik rust kan nemen, want verder is het super hectisch. Dat zijn allemaal verhalen die verteld worden, die wij als mens vaak geneigd zijn klakloos aan te nemen. Ja, dat klinkt wel logisch. Ja, dat zal wel zo zijn. En we gaan het napraten. En deze ondernemer waar ik mee sprak, die gaf ook aan... ja, ik vind het niet een probleem... maar ik ga soms wel twijfelen of ik misschien rustiger aan moet doen... of ik misschien minder hard moet rennen, of ik minder hard moet groeien. En dat kwam puur door die verhalen van de omgeving. Dus... In een heel groot deel van de gevallen nemen mensen dat wat ze nou eenmaal gehoord hebben. Of wat hun partners misschien zeggen. Of wat de meer doorsnee ondernemer. Of misschien een werknemer. Of misschien iemand die werkloos is zelfs. Hè, zegt of vindt. Nemen wij over voor waarheid. Gaan we naar handelen. En dat bepaalt vervolgens je realiteit. Wat niet jouw. Het is wel jouw realiteit. Maar die is niet gecreëerd door wat jij vindt. Die is gecreëerd door wat jij over hebt genomen van andere mensen. Zonder na te denken of jij dat ook daadwerkelijk. Zo ervaart zelf. Ja, en nou, twee dingen hierin vind ik wel interessant. Eén, ik zal zo even wat vertellen hoe, hoe ik het nu ervaar, maar ook hoe ik het nog ervaarde. Is dat het woord? Ervoer? Dat ik is niet... weet dat niet. Ik zat er <laughs> van de week aan te denken. Ik heb niet opgezocht. Maakt niet uit. Wat ik heb ervaren. Heel goed, omheen gewerkt. <laughs> ja, ja. Slim. In de tijd dat ik nog in loondienst was. Maar allereerst ben ik heel even benieuwd, hoe ervaar jij het zelf? Of heb jij eigenlijk überhaupt dit nooit gehad bij jezelf? Dat jij een moment hebt van uitchecken? Dat ik dat nodig heb. Ja, dat je, maar dat je het hebt opgemerkt van... oh, nu ben ik eigenlijk toch wel bezig met uitchecken... omdat ik kapot ben of zo. Nou, ik merk dan op, ik, ik wil nu meer rust. En dat plan ik dan in. Alleen, ik, heb, ik kan mij niet herinneren... dat ik in één van de bedrijven in het verleden... überhaupt heb gehad dat ik zei, ik ga niks doen. Bij onze enige vakantie, wat echt vakantie was... was toen ik 17 was. En, of 18, in ieder geval Turkije en Egypte. En, en Egypte het jaar daarna. Oh ja, die twee vakanties. Toen had ik nog niet mijn eigen bedrijf, denk ik. In ieder geval hobbymatig, ja. maar nog niet echt. echt. En um, toen waren wij op vakantie en helemaal deden we niks. Verder heb ik nooit periodes gehad dat ik bewust niks deed. Omdat het vakantie was. Of omdat het een bepaalde periode was. Wel ben ik ieder jaar opnieuw kritisch gaan kijken... wat vind ik nog belangrijk. En daar is wel een shift in gekomen. Want nu wat ik nu qua tijdindeling doe... en hoe, hoeveel uur ik werk... is beduidend minder dan... laten we zeggen twee, drie jaar geleden. Maar dat is niet op vakantieperiodes... omdat ik gewoon effectiever ben... meer mensen in het bedrijf heb... zelf dus minder hoef te doen... en met minder werk meer resultaat haal. Hmm, wel interessant. Weet ik... Nou, ik zal eerst even vertellen, anders kom ik er weer niet op terug. Ik heb dat heel vaak dat ik denk, hey, dat is interessant, ga ik nog vertellen. Vertel ik het nooit meer, want dan vergeet ik het weer. Dus dat doe ik eerst wel even. Ik weet Oom, nog... dat je niet kunt breintossen. Hij zelf natuurlijk niet. <laughs> dat ook, ja. Dan moet ik misschien nog een keer uitleggen waar dit over gaat. <gijkt> maar als ik nu kijk, de laatste vijf jaar, we hebben eigenlijk geen vakantie gehad in de afgelopen vijf jaar. Hey, Hawaii, nu... Hawaii hebben we minder gedaan. Ja, het was inderdaad een weekje nee, dat we een wel dat, ja dat we wel een soort uitgecheckt waren om het zomaar te bekijken. Maar jullie hoeven niet gelijk nu met z'n allen massaal mailtjes te gaan sturen van wat zielig. Helemaal niet, want dat is niet zielig, want we kiezen daar bewust voor. Dit is relaxed vlammen. Ja, maar als ik kijk naar in de tijd dat ik nog in loondienst was, was het heel anders. En ik, ik zie nu ook waar dat verschil door komt, Want toen deed ik iets wat niet helemaal mijn grootste passie ooit was of zo. Bijna erin zien. Toen dacht ik van hé, dit is wel wat ik wil, maar. Nu vraag ik me af, was dat eigenlijk wel daadwerkelijk wat ik wilde? Of was dat al gecreëerd? Ja, was dat ook zo'n verhaal? Ja, een verhaal gecreëerd vanuit het verleden, vanuit mijn opvoeding. Dat je gewoon het traditionele pad moet bewandelen. Dus toen deed ik dat werk en ik was daar voor een, een uurtje of 60 per week van huis. En ik was godsammer blij als het vakantie was. Dus, en weekend. Oh, ja, hey, de bouwvak komt eraan. Oh ja, over twee weken is bouwvak. Nou, je zag iedereen om me heen langzaam maar zeker al beginnen af te bouwen. En die laatste week was eigenlijk kansloos. De laatste week moesten mm. nog een paar dingen gebeuren om gewoon goed de vakantie in te gaan. Maar zeker die laatste twee dagen kon je eigenlijk afschrijven. Iedereen was al met z'n hoofd in de vakantie. Dus iedereen was al aan het uitchecken. En de week daarna moest iedereen weer op gang komen. Dus je was zomaar vijf weken helemaal kwijt of zo. Ja. In plaats van drie. En... Met de kerstvakantie was dat hetzelfde eraf. In het weekend, inderdaad, was het ook hetzelfde. Wat ik zag gebeuren, iedereen, of heel veel mensen, leefden ook voor het weekend. En dan was het maandag, God zo, dus maandag was het allemaal vrijdag. En dan was het uiteindelijk donderdag, oh lekker nog één dagje. En die vrijdag in de bouw was het toch vaak, oké, okay, er moet nog wel wat gebeuren. En vrijdag is toch vaak even wat eerder naar huis. Smiddag is even een vet hap eten. Dus die vrijdag was ook alweer half weg. En als ik dat nu vergelijk met het hier en nu, met de afgelopen vijf jaar. Dat soort, dat soort momenten heb ik maar heel weinig nog. En ik denk dat dat komt als ik voor mezelf spreek. En jij mag er zo dus ook nog wat over vertellen. Toen de tijd was dat dus wat ik net vertelde. Ik leefde mijn leven en dat was het. Meer omdat het nodig was of zo. En nu doe ik precies wat ik wil. Wat bijdraagt in het grote geheel voor mezelf. Voor jou, voor iedereen om ons heen. En voor de wereld, denk ik. Er zit een bepaalde missie achter. En ik denk dat dat misschien wel het sleutelwoord is. Want als je iets kan doen vanuit een bepaalde purpose, dat je echt missie gedreven bent, ja, waarom heb je dan vakantie nodig? Je kan wel vakantie nemen, dat is wat anders, maar er is nogal een verschil tussen vakantie nemen en vakantie echt nodig hebben. Ja. En nu op het moment dat wij dit opnemen is de tweede Kerstdag. Je zou dit kunnen bestempelen als vakantie. Ja, ja, gisteren, eerste kerstdag, zijn je ouders gekomen. Hebben wat wat ze te eten? Maar ja, die komen wel eens vaker en weten wel eens vaker wat. Ja. En, en vanochtend heb ik gewoon een workout gehad buiten. En, en nu zitten we een podcast op te nemen. En het is eigenlijk een dag als alle andere dagen. Ja. Maar het is niet dat ik, oh, ik ben zo moe. En ik zou toch wel willen slapen. Nee. Ja. Nou, en ik denk dat dat komt omdat heel veel mensen, twee dingen. Dus de, de mensen die graag zoals wij. De balans vinden tussen werken en vrijnemen. Maar door het hele jaar heen. Dus die relaxed vlammen beheersen. Wat we natuurlijk ook bij al onze klanten trainen. Zodat zij niet weekend of vakantie nodig hebben of doorwerken tot ze instorten. Maar gewoon iedere dag een gevoel van rust en controle en overzicht hebben terwijl ze heel grote resultaten halen. Die mensen die hebben vaak ergens dat verhaal van de omgeving, wat ik net in het begin vertelde, dat zij gaan twijfelen. Heb ik niet meer rust nodig? Ze zeggen dat ik misschien wat rustiger aan moet doen. Nou ja, er zijn gewoon mensen die houden bijzonder erg van veel werken, van hun werk in het algemeen. En die, die hebben die perfecte balans gevonden. Dus dat is groep één. Maar je hebt ook de groep, denk ik, dat er is. van ondernemers, ook andere mensen, maar laat het heel even toespitsen op ondernemers. die besloten hebben een bepaald ambitieniveau te moeten hebben, wat ze eigenlijk in de kern helemaal niet willen hebben. En ik denk dat dit voor best veel mensen moeilijk is om toe te geven. Want op het moment dat jij gezegd hebt: bijvoorbeeld, hè, ik ga een miljoenenbedrijf bouwen. of mijn part, ik ga mijn eerste ton omzetten dit jaar. of hè, welk level je staat, dat maakt helemaal niet uit. Maar ik ga dat doel behalen. En gaandeweg merk je: oh man, ik vind het, ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk om deze taken te moeten doen, om zoveel te moeten werken. Die kunnen zijn gaan geloven in de verhalen van figuren zoals wij, die heel erg houden van hun werk en het echt letterlijk graag iedere dag doen en van ochtends tot s'avonds geen enkel probleem vinden. Die gaan zich, terwijl het niet bij hen aansluit, aanpassen aan de norm van die mensen die van nature een hele hoge lat hebben die ze vrij makkelijk behalen. En voor die mensen die dus niet dat ambitieniveau hebben, maar wel naar dat ambitieniveau gaan leven. Dat zijn over het algemeen ook de mensen die niet relaxed vlammen, maar die gewoon doorrammen. Dat is echt een heel groot verschil. Dat zijn de mensen die vaak ook gaan denken op bepaalde momenten: Waar doe ik het voor? Nou, als het zo moet, dan hoeft het van mij niet. Dan ga ik wel wat anders doen. Die constant tegen bepaalde targets aan blijven schuren, alleen ze nooit daadwerkelijk behalen, want ze zijn eigenlijk niet bereid de noodzakelijke acties te, uit te voeren. En dan ontstaat er ook zo'n gat. Een gat van ik zeg dat ik A wil, maar eigenlijk wil ik B. Maar ik blijf een soort van handelen naar A en B tegelijkertijd. Dus je bereikt beide niet. En het komt in beide gevallen terug op eerlijk durven zijn naar jezelf en eerlijk durven zijn naar wat wil ik van het leven. Wat wil ik van mijn bedrijf? Wat wil ik van de dagen die ik heb? En bij de ene groep zal dat zijn meer gaan staan voor het feit dat ze nou eenmaal gewoon dag en nacht werken. Dat ze dat leuk vinden, ze doen niet liever, ze hebben grote doelen. En de andere groep durven aangeven, ik vind ergens rationeel dat ik bij die groep zou moeten horen. En ik moet ook grote doelen hebben, maar als ik heel eerlijk ben naar mezelf, ben ik ook wel tevreden met minder. Ga dat ownen. Want zolang je niet gaat ownen wat je echt vindt, ga je dus als hele ambitieuze ondernemer blijven twijfelen over, ja, moet ik missie vakantie nemen? Ben ik missende een workaholic? Nou, dat is ook maar gewoon een woord natuurlijk verzonnen door iemand. Als jij het leuk vindt om te doen, doe het lekker. Als jij het niet leuk vindt om zo te leven en niet zoveel wilt werken en wel vier, vijf, zes weken vakantie wilt hebben, ook fijn, maar stel dan je doelen bij. En die tweede groep, ja, ik bedoel, dat is gewoon een keuze maken, hoeven wij nu ook niet verder op in te gaan. Maar die eerste groep, laten we daar eens op inzoomen, die dus wel hoge ambities heeft. En Meegaat in, ja, ik ga het toch maar uitchecken. Ik vind het lastig om, om focus te blijven behouden, terwijl ze dat wel in zich hebben. Zodat ze dus ook in de maanden Augustus en December, maar eventueel andere momenten ook daadwerkelijk hun beste momenten ooit kunnen draaien, ondanks dat het merendeel van de mensen en wellicht ook het merendeel van hun markt meer op hun gat gaat zitten of mindere resultaten haalt dan normaal. Hmm, interessant, hey, hey, is het niet gevaarlijk wat jij nu net zegt? Wat ik kan me voorstellen, mensen die dit dan ook luisteren, die bepaalde haakjes, redenen en excuses eigenlijk zoeken. Van ja, nou, nu is je net dit zo zegt, ja, mijn level van ambitie, ja, misschien is mijn level van ambitie dan toch eigenlijk niet zo heel groot. Terwijl dat eigenlijk wel zo is. Alleen dan komt er zo'n verhaal die dan gaat vertellen. Als, jij, als jouw ambitie zo hoog is, dan word je kwaad om wat ik nu net zei. Dan denk je, Jezus, wat een onzin! Ik ga toch niet niks doen, dan, dan triggert het je. Omdat je wel veel wilt werken. Hmm. De mensen die nu gaan denken, ja, er ja, zit ook wat in, die, die zijn in de kern niet bereid om het werk te doen. En dat is niet erg. Dat is helemaal niet erg. En ja, dan moet je wel je verwachtingspatroon bij gaan stellen. Maar je merkt het aan hoe je erop reageert en zegt. Ja, 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 daar zit eigenlijk ook wat in. Goh, of het lucht je op, dan weet je hey, misschien moet ik heel even gaan bekijken voor mezelf. Heb ik misschien doelen gesteld die ik helemaal niet wil behalen in de kern? En als je denkt, nou Snet, je moet je bek houden, ik werk gewoon dag en nacht en ik ga helemaal niet kleinere doelen stellen. Nou dan weet je, dan hoor je bij die ene groep en dat is ook prima. Maar zou je niet, zouden er niet mensen zijn die een beetje een soort in-between zitten, die dit dan pakken als reden en excuses, Snet excuses, zegt, ah wel ja. En dan vervolgens maar uitchecken? Wellicht, alleen dat zijn dan mensen die niet inchecken bij wat ze zelf echt vinden. Want ze dus leven überhaupt niet hun eigen leven. Nee, door, want die, die doen dan iets wat nu goed klinkt vanuit mij. maar En, en, dat, en ik snap het, als je niet zo goed bij je gevoel komt. Maar dan is het absoluut de noodzaak dat je wel even één dag in die zin niet gaat werken. En gaat inchecken bij jezelf, wat wil ik? Kijk, er, er zit een hele grote context omheen. Want je hebt enerzijds heb je het stukje intuïtie. Dat je intuïtief weet, wat heb ik hier te doen? Welk pad heb ik te volgen? Je hebt het deel... Waar onze intuïtie volledig verdoezeld wordt door onze overtuigingen, filters, verhalen, opvoeding. alle dingen die we hebben. En dan hebben we ook nog het reptiele brein. Het stuk dat ons comfortabel wil houden. Onze comfortzone, wat ook in de weg gaat staan. Ja, dat, nou ja, mocht je meer over willen weten, lsb.nl/slash premium. Dit zijn wel dingen die ik bespreek in mijn membership, zodat je daar overzicht in krijgt voor jezelf. Maar voor de meeste ondernemers geldt en. Niet, niet voor de ondernemers waar, waar wij één op één mee werken, maar wel voor de vaak wat kleinere ondernemers. Voor de meeste geldt dat op het moment dat zij blijven twijfelen tussen wil ik het wel of wil ik het niet, die hebben niet ingecheckt met wat voor hen daadwerkelijk belangrijk is. En, ook nog een kanttekening om het nog ingewikkelder te maken. Je kunt bijvoorbeeld vijf jaar lang fucking ambitieus zijn en denken, ik ga dit doen, ik ga de wereld verbeteren en ik ga 6 miljoen per jaar omzetten en dat, ga, dat is gewoon wat ik ga doen, dat is wie ik ben. En er gebeurt iets in je leven, je wordt ziek, iemand in je omgeving wordt ziek, je krijgt een kind, whatever er maar gebeurt. En denk je, denkt, ja, dat doet er eigenlijk helemaal niet meer toe. En dan krijg je andere focuspunten. Dus dat kan ook nog meespelen. Oké, okay, mooi. En dan ben ik heel even kwijt waar we nog dieper op in zouden gaan. Die groep van ondernemers die wel heel ambitieus is, die toch merkt, ik check uit of ik word, ben minder gefocust. Wat kunnen zij doen, misschien meer wat doen wij, om te zorgen. Dat wij die targets blijven behalen, wat kunnen zij overnemen, zodat zij ook in die moment dat dus de meeste mensen in hun branche, in hun markt om hen heen uitchecken, zij wel gemotiveerd blijven en niet ja, een soort van teruggesleept worden door de mensen die nou ja, trager op gang komen in die maanden. En ook zichzelf weer kunnen overtreffen. Hmm, interessant punt. Als ik puur kijk naar mezelf, en dat is op zich gewoon wat breder advies, dat is wel een goed advies al zeg ik het zelf, is vooral minder doen. En dat, dat moet ik even uitleggen, anders klinkt het van hey, uitchecken, minder doen. Over het algemeen, wat wij zien gebeuren, wat ik zie gebeuren ook bij mijn klanten. En daar wil ik eigenlijk de volgende aflevering, dat weet je nog niet. Maar ik wil de volgende aflevering gaan hebben over potentie. Mm -hmm. En overal potentie lijkt te zitten. Yes, en daar, gaan we, daar kun je heel veel over vertellen, dus dat gaan we nu niet doen. Maar wat ik vaak wel zie gebeuren. Een van de redenen waarom mensen ook beginnen uit te checken. Is omdat ze gewoon moe worden. Ze worden mentaal ook moe. En ook een beetje lichamelijk, ligt een beetje aan het werk. Maar vooral mentaal. Omdat ze zoveel op hun bordje hebben al het hele jaar. Zoveel focuspunten ook. Vooral op het moment dat je bijvoorbeeld in, in deze maand december, dat moment van opnemen. Ik heb nog maar heel weinig focuspunten. Sowieso niet zo heel veel meer. Maar ik denk, oké. Het is richting het eind van het jaar. We willen het jaar goed gaan afsluiten. We hebben nog een paar targets te halen. Ik kan van alles er nog wat op gang trekken. Om nog weer omzet te maken. Of ik doe één of twee dingen. Die gewoon werken, die aan Tomar hebben gewerkt, en alle energie die ik dan besteed, besteed ik daaraan. Dus gewoon minder doen van hetgene wat werkt, en heel veel dingen of überhaupt mee stoppen, of gewoon even een tijdje niet meer doen. En dat is een hele praktische. Dus die zou ik sowieso aanraden. En daarnaast, eh, daar komt het altijd op terug, daar hebben we het al heel vaak over gehad samen en ik ook alleen, die stem in je hoofd. Want dan, ja, John, dat is een goed advies. Minder doen. Ja, dat klinkt eigenlijk wel logisch. En dan begint het hele feest in je kop. Holy shit, maar dat kan niet. Je hebt nog zoveel te doen. Of je bent zo moe. Of je kan beter helemaal stoppen. Of iedereen stopt. Eigenlijk alles wat jij net vertelde. En dat is ook vrij simpel. Opmerken. Verhaal aan de kant zetten. Gewoon je, in dit geval is het heel praktisch. Maken je lijst erbij pakken. En gewoon gaan doen wat je moet doen. En dat mag best wel in bijvoorbeeld wat minder uren ofzo, Als ik nu naar mezelf kijk deze paar weken. Ik doe ook wel wat minder in uren. Net als vanochtend liggen we iets langer op bed. En we hebben het gewoon gezellig. Dan werken we eigenlijk meer aan de relatie. Niet dat die, dat die niet goed is of zo. Maar ja, dan doen we ja. dat soort dingen. En ik zet bijna niks op mijn planning deze dagen. Ik zet er maar een paar dingen op. Zoals deze podcast en wat andere dingetjes. En dat is oké. Okay. En dat geeft mij rust. Ik luister bijna geen podcast deze, deze weken. En dat deed ik altijd in de gym. Nou, de gym is nu dicht. Maar ik merk wel. Oh, dat is lekker zeg. Even geen nieuwe input tot me nemen. En ik merk dat ik echt tot rust kom. Dus enerzijds, puur hoe ik het doe, ik ben zo benieuwd hoe jij dat ook doet, jij doet het weer anders dan ik, is gewoon oké okay, minder doen, kijk wat nu echt belangrijk is, wat nu het verschil kan maken deze maand nog in alle soorten targets, lichamelijk, gezondheid, uh, met relaties, financieel. Gewoon alleen maar doen wat je moet doen, zorgen dat je die rust creëert, althans doe ik, die, die rust creëert die je misschien elders in het jaar niet doet, want het voordeel van deze maanden, bijna iedereen checkt uit. Dus het is ook een stuk rustiger. Als jij zelf niet uitcheckt, dat merk ik ook, heb je gelijk een concurrentievoordeel. Ja, want zo. bijna iedereen is uitgecheckt. Echt zo? Maar je hebt al heel veel ruis qua mailtjes, qua telefoontjes. Dat is er niet, zeker in de week tussen kerst en oud en nieuw. Bijna niemand is beschikbaar, ik merk het ook. Mijn mailbox is praktisch leeg. Onze klanten die laten bijna niks van zich horen op dit moment. Super lekker. Dus je kan ook een heel stuk meer rust nemen en zelfs nog meer gedaan krijgen. Ja, en dat is heel praktisch hoe ik daarin zit. Dus ik ben ook benieuwd hoe jij erin zit. Nou, ik heb eerst nog één vraag. Want dan doe je dus minder, maar doe je dan... In dit geval minder dingen, omdat je nu puur daar de focus op hebt. Maar doe je dat niet gedurende de rest van het jaar, omdat je dan dus alleen maar met korte termijn targets bezig bent en niet het bedrijf verder opbouwt? Waar, waarom, waarom? doe je niet altijd dit? Dat is een goeie. Dat zou ik moeten. Dat zou ik zeker moeten. En daar gaat onze volgende podcast ook vooral <laughs> over, dat overal potentie lijkt te zitten. Maar nu, omdat we er nu middenin in zitten, merk ik ook weer: oh ja, door het jaar heen doe ik misschien eigenlijk wel te veel dingen die helemaal niet daadwerkelijk bijdragen... die ik niet zelf meer zou moeten doen... of die überhaupt niet meer hoeven te gebeuren. En omdat ik nu wat meer reflecteer... omdat er meer tijd is... omdat ik meer, minder input heb van buitenaf. Ten eerste, ik luister nog geen podcast... mijn mailbox... ik heb heel weinig mails... weinig klantwatsappjes... omdat, wat ik net zei... iedereen is uitgecheckt. Dus in één keer... ik vergelijk dat... ik pak dat voorbeeld bij mijn klant ook wel eens... hebben we in deze podcast ook vaak gedaan... die snooglopen. Ja, ja. Zeker met deze kerstperiode van toepassing. Zo'n sneeuwballetje. En als je die schudt... Dan zie je al die sneeuw dwarrelen, zie je helemaal niks meer. Nou, in deze periode waar het in één keer heel rustig wordt, waar je zou kunnen reflecteren. Zeker in de tijden van corona is het nog makkelijker als je heel weinig mag. Dan zie ik in één keer, oh, in essentie doen er maar een paar dingen nog toe. Hmm. Dus natuurlijk, hele goede vraag, terechte vraag ook. En dus no to self, gewoon door het hele jaar heen. Alleen maar terug naar de essentie. Dus altijd zo min mogelijk doen. En wat je doet, fucking goed doen. Dan hmm. heb je veel meer resultaat. Nou, en als ik kijk naar mij... Want praktisch, ja, heel, heel handig, zo'n praktische tip. Mm -hmm. um, waar ik zelf vooral mee bezig ben, is echt dat wat er gebeurt in het hoofd helemaal niet serieus nemen. En wat eigenlijk gebeurt bij mij, waar ik ook voor gekozen heb om in te trainen, is niet aannemen, het niet zomaar aannemen voor waarheid, wat zogenaamd de waarheid zou moeten zijn. Uh, waarheden zijn vaak voor heel veel mensen... bepaalde maanden is het rustiger, is het lastiger... in de avonden ben je moe, dan lukt het niet. Uh, nou, we, alle standaard uitspraken die er zijn. Ik ben daar oprecht niet mee bezig. Maar ik heb er ook voor gekozen om niet te geloven... echt, echt dit, niet te geloven... in verhalen dat het moeilijker is om in december klanten te krijgen... dat in de zomerperiode het moeilijk is om geld te verdienen... dat door corona de boel instort... En context, want er zijn echt bedrijven waar dat wel zo mee is, en voor ons bedrijf hoeft dat niet te gelden. Er zijn heel veel mensen in ons vakgebied en in onze branche waar het wel voor geldt. Dat, is niet, dat komt niet door de branche. Dat komt niet door het feit dat voor coaches en voor businesses zoals nou ja, wij die aan het opbouwen zijn, het nodig is om. Um, Weinig te verdienen in deze periode, maar dat is omdat de meeste mensen dus geloven in het verhaal. Door corona lukt het nu niet. Puur gekeken naar onze branche, weet ik, als ik niet dat verhaal geloof en een ander verhaal creëer dat echt gewoon veel beter voor me zou werken, bijvoorbeeld het verhaal dat ik heb draaien, is ja, wat er ook gebeurt en welke periode het ook is. Want ja, mensen hebben ons nodig, kom ik anders in actie. En nu. Komt dat met name omdat het verhaal dat jij jezelf vertelt en het verhaal dat jij kiest te geloven, laat jou anders kijken dan een ander verhaal. Dus mijn verhaal. Of het nou corona is of niet, of het nou zomervakantie of, of kerstvakantie is of niet. Ieder moment van het jaar, ieder moment van de dag, zijn er mensen die ons nodig hebben. Zijn er mensen die met ons zouden moeten gaan werken. En dat houdt nooit op: sterker nog, dat wordt alleen maar meer. Van daaruit kan ik dingen zien. Zoals waar zitten mensen, waar moeten wij meer op focussen? Wat zijn dingen voor ons bedrijf die werken? Kan ik andere acties gaan ondernemen? Kan ik zorgen dat iedereen in het bedrijf andere acties onderneemt? En maak je uiteindelijk dat wat je kiest te geloven veel makkelijker waar? Als ik zou komen, zoals echt best wel veel coachbedrijven, de meeste coaches hebben niet echt een bedrijf. Maar laten we zeggen, gewoon de meeste coaches. De verhalen die daar spelen is: ja, het is nu gewoon echt wel een heel stuk lastiger. Ja, ik merk toch wel dat mensen nu echt veel moeilijker geld uitgeven. En dat verhaal is ook waar voor hen. Maar zij en ik, of zij en wij, zitten in dezelfde branche. Ik heb hele andere resultaten dan zij. Waarom? Omdat ik een heel ander verhaal heb dan zij. Dus mijn tip is vooral om niet uit te checken op zulke momenten. Heb verhalen draaien die voor je werken. En ook al zeggen negen van de tien mensen... ja, maar dit is niet zoals het is... In welke branche dan ook, kiezen nog steeds voor om een verhaal te, te creëren dat je bekrachtigt. En vergis je niet, hè? er zijn ook res restauranteigenaren uh, die ook verhalen hebben die wel draaien, die zeggen: Oké, okay, dit wat ik tot nu toe gekend heb, werkt niet. Er zijn re restauranteigenaren die wij spreken die zeggen: Oké, okay, nou, ja, dit wat we doen werkt niet. Uh, en er zijn wellicht wel andere mogelijkheden die we kunnen creëren. Die, Creëren openingen die echt letterlijk niet bestonden, waardoor zij als een van de weinigen in een echt zwaar getroffen branche wel kunnen blijven groeien en ontwikkelen. Dus nogmaals, er is altijd context. En over het algemeen is wel de context die jij zelf creëert het allerbelangrijkste. En dat heeft voor mij altijd prioriteit nummer één. Daardoor ga ik niet mee in die zwakmakende verhalen, en zwakmakend als in wat niet de resultaten geeft die ik wil. En daarna voor mij komt pas het praktische ervan. Want dat wat je creëert in je hoofd, bepaalt uiteindelijk de acties en de resultaten. Ja, oftewel, de twee fundamenten waar we het altijd over hebben: het fundament van jou als persoon en het fundament in dit geval van het bedrijf. Ja. Uh, je kan nog zulke goede strategieën hebben. Ik kan ook. In dit geval nog zoveel praktische adviezen geven. Dat voelt op zich wel goed en dat klinkt dan ook wel lekker. En dat is iets waar de meeste mensen direct kunnen pakken. Hmm. Oh ja, hey, minder gaan doen. Oh ja, hey, dit gaan doen. Lijstje maken, daarmee aan de slag gaan. Lukt dan ook wel een dag of vier, of misschien zelfs twee weken. Hmm. En daarna cirkel je net zo makkelijk weer terug. Je, je ziet wat je gelooft. En dat was zelfs al in mijn diëtische praktijk toen. Wat de meesten geloven als diëtist is: je krijgt geen klant als je niet werkt met zorgverzekeraars. Ik had er een scheidhekel aan aan zorgverzekeraars, nou, niet aan zorgverzekeraars maar aan de klanten die daardoor kwamen. Ja. Best snel heb ik als echt jonge startende diëtist ervoor gekozen om mij af te snijden van alle hulpbronnen om makkelijk klanten te krijgen. En heb ik echt besloten: dit is niet wat ik ga doen. Ik ga niet met zulke mensen werken. Ik ben niet afhankelijk van zorgverzekeraars. Ik heb veel hogere prijzen dan de meeste mensen. En ik ga in pakketten werken die voor de meeste diëtisten als achterlijk duur be bestempeld worden. Dat was wat ik toen al had draaien aan verhaal. En bij mij komt er vaak een soort van baldadigheid en een stempje dat zegt: Nou, ik doe het toch. Ik kijk wel als het niet lukt, kan ik altijd nog terug. Maar ik ga toch doen wat ik zelf denk dat het beste is. En van daaruit kreeg ik heel andere klanten. Klanten die niet kwamen omdat de zorgverzekeraar het vergoede. En hadden we ook heel andere resultaten. Wat natuurlijk ook het level weer omhoog hielp. Hetzelfde in de paardenbranche. Paardentrainstallen. De meesten die konden dit werk niet doen in de winter. Want ze hadden geen overkapping. Ik had ook geen overkapping. Ik stond er soms gewoon ijs los te bikken. Om te zorgen dat de paarden normaal konden lopen. Dat was kutwerk. Maar het ging wel, was het optimaal? Nee, zeker niet. Maar het verhaal dat ik had draaien was, het kan altijd. Alleen soms moet je wat meer moeite doen om het werkbaar te maken. En vanuit die gedachten, want het zijn altijd gewoon de gedachten die je hebt, komen wellicht wel acties die je niet bereid bent te ondernemen. Maar dat is een heel ander verhaal. Want het betekent niet dat het niet kan, maar dat betekent dat je de keuze maakt om het niet te doen. Dat is ook prima, maar dat zegt niks over je mogelijkheden, maar dat zegt alles over je bereidheid. Ja, mooi. En dat is weer een heel ander topic. Ja. Voordat we um, gaan afsluiten, ik heb nog één dingetje. En je noemde het net tussendoor al een keer, het was een geniale brug eigenlijk naar jouw membership. Want die dingen die jij vertelt, als we het ook hebben over dat fundament van, het, van de persoon zelf, van alles wat zich mm. ja, intern in ons hoofd afspeelt natuurlijk. Ja, je kan dat best wel vaak horen in zo'n podcast als deze. Alleen ja, dat gaat nooit diep diep. En dit kan je ook niet in... kijk, een praktische tip is je pakt een blaadje, je schrijft die tip op en je gaat hem uitvoeren. Ja. Zo simpel is het. Dit wat net nu ook vooral heeft gedeeld en wat we heel vaak delen in deze podcast, dat is ook zoiets als opschrijven, het nog eens een keer lezen en het op gaan merken en gaan doen. Maar dat vergt behoorlijk wat training en dat is nog niet altijd even makkelijk. Kijk voor ons, wij zijn hier al zo lang mee bezig. Heel veel dingen zijn gesneden koek. Ja. Maar voor heel veel mensen kom ik achter is dat niet zo. En dat is ook logisch want wij zijn hier mee bezig en de meeste mensen ja. niet. Dus als je hier nu een verdiepingslag op wil, ik richt me ook weer even tot YouTube-kijkers. dan is het gewoon goed om naar Sinetta Membership te gaan. Dat membership, ik weet nog niet exact wanneer deze online komt. maar we zijn bezig met een gloednieuwe website. Ja, ik denk dat redirect wel ingesteld is als we. Als ja, ja zeker. Maken. Dus lsb.nl/slash premium, die sowieso. Dan kom je hoogstwaarschijnlijk, kleine kanttekening, op de gloednieuwe website. Echt een complete website hierover. En als je dan aanmeldt, dat zou ik zeker doen, want het is geen geld. Het is een membership van slechts een paar tientjes. Je kan ook nog opzeggen, per maand opnieuw. En er staat verschrikkelijk veel goede content in. In een, ook nog eens een compleet nieuw platform. Tot dit moment. Nou dat, en het is heel zo gebundeld. We werken met vier fases, waarin we heel gestructureerd werken... Aan je manier van denken en handelen. En waar we dus ook stil gaan staan tussen wat ik net zei. Wat is nou intuïtie? Wat is ego? Wat is verhalen die je hebt gecreëerd door jezelf en je omgeving? En dat gaan we allemaal afbrokkelen. Zodat we kunnen zien wat wil je houden en wat niet. Welke dingen werken voor je. Welke verhalen werken niet voor je. En daaruit voort gaan we zorgen dat je verhalen creëert die wel voor je werken. Die uiteindelijk leiden tot. Nou, heel simpel gezegd, het leven dat je wilt en de standaard die jij jezelf gunt. Maar vooral dat je dus overzicht gaat krijgen in wat is er voor mij nodig. In manier van denken, handelen en de persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Om de resultaten blijvend te kunnen behalen zoals ik graag zou willen. Mooi. Mooi. En absolute no-brainer, kan je wel zeggen. Ja. En een flinke upgrade. Ten opzichte van wat het was. Het membership was er al, de website, de pagina was er, maar het is nu een complete website. Er zit een heel model inmiddels in. Dus als je ons hier vaker over hebt gehoord. en je hebt al eens een keer op die website gekeken, op die, of op de oude pagina. en toen pakte je het niet helemaal, resoneerde het niet helemaal. is de kans groot dat dat nu wel zo is. Dus ga zeker opnieuw kijken, lspnl is premium. Jeanette? Dankjewel voor je aandacht. Ik vond het weer een plezier als altijd om hier met je te zitten. Ik hoop dat je de volgende aflevering er ook weer bij bent. Ik ga er wel vanuit. Ik neem het niet van om en om, toch? Ja, precies. Precies. Daar heb je ja, goed. Een goed al. punt, goed punt. De volgende vrijdag, ja. dat je er dan ook weer bij mij bent. En dan denk ik dan weer een pareltje gaan neerzetten. Zeer waarschijnlijk. Doei, doei. doei. Ja, heel leuk dat je weer deze video hebt gekeken op ons YouTube kanaal. Je weet inmiddels hoe het werkt als het goed is. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan even op de knop abonneren. Druk op het belletje zodat je de notificaties ontvangt als er weer meer van die geniale video's van ons online staan. Vergeet ik nu nog op reacties. Laat reacties achter onder onze video's. Deel het met iedereen die dit moet horen. Ja, en meer. Als je een gesprek aan wil vragen, ga naar lsb.nl slash gesprek. Ja, dat is ook nog wel een goeie. Ja, zo volg ons op Instagram, lifestyleofbusiness.nl en at wolf. Ook dat nog, ja. En Facebook ook nog, Lifestyle of Business op Facebook. Nou, dat zijn een beetje de kanalen Zonslaborn op LinkedIn. Hey, volg me daar ook. En doe een vriendschapverzoek. En dat was hem, denk ik. Dat was het. <laughs> doei doei. Woo!